laatste bocht. En dan gaat het spel op de wagen. Dick Lieksotrui. HRNF Boko die is er nu helemaal naast. HRNF Boko die gaat proberen de leiding over te nemen. En dat lukt nu ook. HRNF Boko neemt een volle lengte voorsprong op Dick Lieksotrui. El Salsa ligt op een gedeeld derde plaats met Bikini Dalarsi. Vanuit het achterveld komt er mogelijk nog het een en ander naar voren. En we zijn op weg nu naar de laatste rechte lijn. Maar HRNF Boko blijft daar niet op wachten. HRNF Boko heeft 2-3 lengte voorsprong genomen op een achtervolgend peloton. Daam Kwik die uitgeschakeld probeert... nummer 7. Gelap nummer 7. Terreinwinst te boeken. Bikini Dalarsi die is onder de bel van uitschakeling gevallen. Dit is de finale fase. HRNF Boko. We hebben eigenlijk twee koersen, twee pelotons. Aan de buitenzijde zien we naar voren komen het nummer 9 van Daam Kwik. Maar het is HRNF Boko. Kijk naar El Salsa. Wil Steur vliegt naar voren. HRNF Boko is binnen. HRNF Boko voor El Salsa. En op de derde plaats daarachter Daam Kwik. Ronde van de winnaars, HRNF Boko en Misha Brouwer. Kilometertijd 22-7. Jawel, topvorm bij Misha. Hij wint weer. Hij doet het nu met HRNF Boko, een vijfjarige bruine ruin. Varenne Tempel Boko, Duits gefokt in bezit van Stal PD, trainer Bas Krebas. Voortreffelijk gereden door Misha Brouwer. Hij wint hier een van de hoofdnummers. TPC 60 jaar Draffenrenprijs. Namens TPC worden hier de bloemen overhandigd aan Misha. En de connecties rondom HRNF Boko in dit geval vertegenwoordigd door eigenaar Peter Delis. Toch zag ik met nog een ronde te gaan overkant dat hij het even lastig had. Ja, dit is eenmalig denk ik op het gras. Want op zijn karakter en... zijn vertrouwigheid doet hij het wel, maar het is geen pretje voor hem. Hartman vindt hij leuker. Geen uitvinding? Nee, geen uitvinding. Nou ja, dat geeft wel aan wat hij allemaal kan, hè? Ja, tuurlijk. Het is een klasbak. En je moet toch een beetje de waardering voor het paard hebben. Ja, en hij vindt het moeilijk hier op het gras. En, hij heeft het wel vandaag goed gedaan. Duidelijk verhaal. En als jij dat dan ook zegt tegen Bas, dan zegt Bas gelijk, Misha, dan doen we het niet meer? Nee, ja, maar samen in overleg, want hij zag het ook natuurlijk en ik zei het. Dus we waren het eens. Mooi. Hebben we toch genoten van die ene outing van HRNF Boko hier op het gras in Emmeloord. En mocht hij ooit Europa gaan veroveren, want hij is wel zich aardig aan het ontwikkelen, dan... hebben we toch in de geschiedenisboeken staan dat hij hier op Emmeloord op deze woensdagavond de beste was in de TPC 60 jaar Draffenrensport NOP prijs. En dan zijn de foto's gemaakt en dan mag hij eindelijk gaan doen wat hij het liefste doet, namelijk voorwaarts draven. HRNF Boko, geweldige winnaar hier van de achtste koers. Misha Brouwer alweer hij, nu met HRNF Boko. En dan komt hij aan, dames en heren. Geef een applaus, Misha Brouwer. Rij dan aan. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de Steaerskoers en we komen door de eerste meters en de posities worden gekozen. Aan de binnenkant is het aan de leiding Dick Lieksotrui, die heeft een lengtevoorsprong genomen. Curtis Somolli moest even op gang komen, heeft dat nu gedaan. El Salsa ligt aan de
buitenzijde als derde. Gevolgd door HRNF Boko met Bogejaar en Albert H. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Daarachter Bikini de Laxie met aan de binnenkant daarvan Dreamline Promise. Verder weg in het veld is het dan aan de buitenzijde het nummer 6 van Dalton du Demon. Aan de binnenzijde daarachter volgt Damquick. En op afstand Canon de la Douce, de Hilversum winnaar. De paarden zijn aan de overzijde van de baan. De Clique Sautrui, die heeft een lengtevoorsprong op El Salsa. De derde plaats voor Curtis Somolli. De vierde plaats is voor HRNF Boko. Wat verder weg daarachter, Bogejaar. Dan Albert H. met verder weg in het veld. Aan de binnenkant Dreamline Promise. Die geflankeerd wordt door Bikini de Laxie. Daarachter is het Dalton du Demon. En die wordt gevolgd door Damquick. Zo gaan de deelnemers de manegebocht in. En op jacht de aansluiting is Canon de la Douce. Paarden zijn halverwege de manegebocht. De Clique Sautrui heeft nog altijd de leiding. El Salsa op de tweede plaats. En daarachter dan Curtis Somolli. HRNF Boko die ligt in vierde stelling. Deze paarden voeren het aan met verder weg in het veld dan Bogejaar. En zo zijn we dan weer in de rechte lijn voor de tribune. Bij het passeren van de finish nog twee volle ronden te gaan. Met nog altijd aan de leiding De Clique Sautrui. De Clique Sautrui bepaalt het tempo. En de rest van het veld heeft nog geen aanstalten gemaakt om die voorsprong van de leider teniet te doen. Ja, De Clique Sautrui, hij zit er wel erg makkelijk. We buurt even met de stamtafel. Ja, en hij liet het al een paar keer zien op Duindicht. Hè? Misschien mag het vandaag dan hier op Emmeloord. Met op de tweede plaats erachter El Sal zijn in derde stelling. Valt me op dat Curtis Somolli goed bij de les is. De favoriet komt aan de buitenzijde naar voren. En dat is HRNF Boko. En die wordt gevolgd door Bikini de Larcy. En achter Bikini de Larcy is André Bakker. En die ligt erbij met een gigant van een outsider. Die luistert naar de naam Bogejaar. Paarden gaan op weg naar de overkant van de baan, Hans. En wat denk jij van De Clique Sautrui? Kan dit? Nou, De Clique Sautrui is aardig goed in orde. En hij heeft het tempo er aardig in. HRNF Boko moet buitenom. En doet hij op dit moment ook. Maar loopt op dit moment geen meter in. Heeft ook wat moeilijkheden met de gang op dit uitgeschakeld moment. Uitgeschakeld nummer 6, galop nummer 6. Maar dat was niet HRNF Boko. Dat was Dalton Duderman die er net uitging. Paarden gaan de volgende bocht in. De leiding is in handen van De Clique Sautrui. En HRNF Boko aan de buitenkant komt wel dichterbij. Ja, komt zeker dichterbij. Al Salsa krijgt een koers op maat. En wat me ook nog opvalt, Hans, is dat Curtis Somolli echt goed bij de les is, hè? Ja, Curtis Somolli was in het voorwerk een beetje heet. Maar op dit moment laat hij zich heel goed regelen. Paarden die daar vlak achter liggen hebben ook nog kansen. Paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. En als we straks de finish passeren, nog één ronde te gaan. De Clique Sautrui ziet er goed uit. De Clique Sautrui moet dat dan nog één ronde vol zien te houden. Op dit moment heeft Dennis Minnema de zaken redig zonder controle. Maar de stalgenoot en topfavoriet HRNF Boko meldt zich aan de buitenkant. Uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. Curtis Somolli dan toch weer dat foutje gemaakt aan de uitschakeling. Martin, de laatste ronde is voor jou. Ja, we gaan de laatste ronde in en De Clique Sautrui heeft het veld nog altijd op sleeptouw. HRNF Boko is echter dichtbij en ook El Salsa. En dit zijn drie paarden die zich toch wel thuis voelen op het gras. De vierde plaats aan de buitenzijde voor een opkomende Bikini de Larcie. En daarachter volgt aan de binnenzijde dan nummer 10 van Bogejaar. En aan de buitenzijde daarvan volgt Damquick. We zijn de koelboxbocht doorgekomen en zijn voor de laatste herhaling uitgeschakeld nummer 2. Nummer 2. Achter de leiders volgt Canon de la Douce die heel wat terreinwinst heeft geboekt. Aan de binnenkant Albert H. Daarachter volgt dan het nummer 12 van Dreamline Prom. En de deelnemers zijn dan halverwege de rechte lijn aan de overzijde. En gaan zich weer opmaken voor de laatste bocht. En dan gaat het spel op de wagen. De Clique Sautrui. HRNF Boko die is er nu helemaal naast. HRNF Boko die gaat proberen de leiding over te nemen. En dat lukt nu ook. HRNF Boko neemt een volle lengte voorsprong op De Clique Sautrui. El Salsa ligt op een gedeeld derde plaats met Bikini de Larcy. Vanuit het achterveld komt er mogelijk nog het een en ander naar voren. En we zijn op weg nu naar de laatste rechte lijn. Maar HRNF Boko blijft daar niet op wachten. HRNF Boko heeft 2-3 lengte voorsprong. Genomen op een achtervolgend peloton. Damquick die uitgeschakeld probeert nummer 7. Galop nummer 7. Terreinwinst te boeken. Bikini de Larcy die is onder de bel van uitschakeling gevallen. Dit is de finale fase. HRNF Boko. We hebben eigenlijk twee koersen. Twee pelotons. Aan de buitenzijde 10. Zien we naar voren gekomen. De nummer 9 van Damquick. Maar het is HRNF Boko. Kijk naar El Salsa. Wil Steur vliegt naar voren. Maar HRNF Boko is binnen. HRNF Boko voor El Salsa. En op de derde plaats daarachter Damquick.